Yo. Hi. Dus jij wel met mij op date? Ontmoet mijn vriend Paul. Paul doet vaak domme dingen zoals... Of dit. En dan was ik laatst live op Instagram met Fabiola Volkers. Je weet wel, Fabiola. Bekend van... Paul keek ook naar deze live sessie en hij zei... Ik wil Fabiola wel daten. En dat laat ik me geen tweede keer zeggen. Dus regelde ik Fabiola een sexy pakje, wat romantiek, een chefkok... Jij bent ook de ober vandaag. ...en een huisgenoot die in het complot zat. Yo. En toen Paul even niet thuis was, sloegen we toe. What the fuck? Weet je wat er op het menu staat? Nee. 1 spaghetti sliert. Wat een armoe, echt. Oh, en dan gaan ze zo... Alles hallo daar! Dit is eigenlijk een van de grootste losers waar je mee op date gaat. Nee. Ja, hij zet nu zijn fiets weg. Oké, okay. Paul is gearriveerd, dames en heren. Het duurde eventjes. Fabiola vindt het nog steeds leuk, toch? Ja, hi. Oké. Gaat hij gewoon zitten, wachten, komt hij binnen en heeft hij de beste date van zijn leven. Yo. Hi. Dus jij wel met mij op date? Ja! Nee! Nee, dit is niet normaal. Het ziet er echt heel ziek uit. Ja, echt heel mooi. Naakt. Voel je niet een beetje naakt? Ja, het is gelukkig wel warm op zich. Jongen. Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Jullie hebben nog genoeg tijd om elkaar te leren kennen. Blijf even chillen. 10 seconds later. Makkelijk, simpel. Ik heb een verrassing voor je. Ja. Het is een van de meest romantische gebaren in de hele wereld. Ik denk dat je het wel kent. 346 minutes later. Kijk dan, ik kan niet eens normaal drinken. Het hoofdgerecht. Baguette de l'amour. Oh. Ik probeer het gewoon niet anker te maken. Ik probeer het niet anker te maken. Ik doe het gewoon als jij daar oké mee bent. Ja, oeh. Blondje. Oké. Mooi muziekje eronder. Oeh, yeah. We moeten elkaar wel beter leren kennen voordat ja, je denk je dit soort wacky shit gaat doen. Ik heb iets voor jou. Dat ben jij! Wat mooi! Dit is gewoon gegraveerd, jouw hoofd hierin gegraveerd. Ja. Ik heb ook een cadeautje voor jou. Nou, wat lief. Omdat je hier vandaag in mijn kamer mag zijn en wij elkaar voor het eerst mogen zien, heb ik ook iets voor jou meegenomen. Zijn we gaan uitpakken? Oh, wacht even. Als hier jij op staat, dan sta ik waarschijnlijk daarop. Ja. En ik wil niet weten op wat voor manier. Oh. Ik hoop iets moois. Ik hoop gewoon een mooie foto van mijn gezicht. Dat is gewoon een foto van mijn piemel. Oh, Kelvin, jongen. Wat doe je me aan, jongen? Willen jullie elkaar nog een keer zien? Ik zou jou zeker nog wel een keer willen zien. Ja, je bent super gezellig. Ja. Als ik een keer in Amsterdam ben, ja. Een gezellig drankje gewoon een gezellig drankje doen. Volgens mij ben jij wel een grappige jongen. Lekker nuchter. Ja. Oké, nou... Tjongejonge, ja. Oké, ja, dat was grappig. Maar deze date is niet het enige wat er gebeurd is de laatste tijd. Dus hier nog wat grappige momenten uit mijn leven. Wat ik altijd bizar vind, is dat op een of andere manier... Oh. Mensen altijd denken dat twee mannen niet elkaar gewoon op de mond... Jart, jij weet het ook. Zij vinden dat heel normaal, toch? Maar het is ook heel normaal. Kijk, jullie vinden dat altijd toch... Jullie zeggen altijd, ja, ik vind het heel normaal, man. Allebei op de mond kussen, dat zeggen jullie toch altijd? Kijk even hoe deze nerd, hoe die eruit ziet. Nee, ja, maar kijk. Dat is een troll. Jullie zeggen altijd, ja, twee kerels kunnen gewoon kussen met elkaar. Ga zoenen, ga zoenen. Hallo, mijn naam is Calvin. Dit is mijn koffer. Van André Hazes met een doodgewone man. Soms was ik een klootzak, ging door terwijl je hart brak. Ben je met Douwe? Douwe kan skaten. Dat was super interessant. Ik kan niet zo goed skaten als jij. Maar ik wil wel mijn grenzen verleggen vandaag. Okay. Dus ik wil eigenlijk hier langs zo gaan.
dan hierheen. En dan hier overheen en dan naar beneden. Dus, hoe hoog is dit? Ja, best hoog, maar ga je wel. Kom maar. Hier. Ja? Ogen dicht en gewoon gaan. Je kan hoog genoeg springen, je haalt het wel. Oké, okay, kom op. Kom op, kom bijna. Ja, daar komt ie. 3, 2, 1. Hey, ja, ja, ja. Sick, hoe de fuck? Dat is niet normaal. Hoe kan ik dat doen, jongen? Echt vet. Wat een mooie outfit heb je. Hoera, je hebt de video bijna afgekeken en dat vind ik fantastisch. En daarom geef ik 100 euro weg aan een van de mensen die zo ver is gekomen met kijken. Het enige wat je hoeft te doen is een reactie achter te laten onder deze video te liken en geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En dan maak ik de winnaar in de volgende vlog bekend. Let's go. Hey Leo, wil je even zonnebrand van mij pakken? Deze beest zit in de schaduw, maar als ik nog langer zo blijf zitten, dan is deze straks bruin. Goed, jongen. Wel snel, gaat hard bij mij. Few moments later. Leo, schiet op! Ik word bruin, ik word snel bruin, man. Te laat, man. Kut. Het is zo hard gegaan hier. De zon is niet normaal hier. Ze gaan naar het strand vandaag. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei. Als je het zo ziet, ziet het er gezond uit. En als je dan dit doet. Hoezo vinden jullie dit allemaal mooi? Ja, je been ziet er wel gewoon goed gespierd uit nu of zo. Het komt wel tot z'n recht. Oh, nice.